Laura Jansen heeft meegewerkt aan mijn laatste album, Intense. Dat is eigenlijk ontstaan uit een bootleg remix die ik heb gemaakt van haar versie van You Somebody. Die had ik gemaakt omdat ik het gewoon een te gek nummer vond. En ja, ik heb er een trance mix van gemaakt. En die vond zij dus helemaal te gek, terwijl het echt een hele diepe trance mix is. Zei die, kom een keer naar Leiden, kom een keer schrijven. En dat was zo makkelijk en leuk en ook voor mij heel spannend in een ander stijl schrijven. Dat ik... En we zijn ook echt vrienden geworden. Het is een hele fijn persoon om mee te werken en mee te hangen. En zo raakten we aan de praat en heeft ze meegewerkt aan mijn laatste album. Een track die heet Sound of the Drums. Toen heb ik haar benaderd en me gevraagd of ze misschien geïnteresseerd zou zijn om ook met mij op tournee te gaan. En op een gegeven moment zei die, ga je mee? Ga je mee een jaar? En ze zei ja. De eerste reactie was natuurlijk gelijk, ja, springen leuk. Maar dan daarna de praktische invulling van... Maar hoe dan? En hoe werkt dat dan? Ja. Dus dat was wel heel bijzonder. Dus ze heeft echt een aantal hele belangrijke momenten. Het is echt een circus. Ik zing volgens mij 6 keer in een show. In een show van 6 uur. Dus op zich best wel verspreid. En inderdaad, kledingwissels. Het is echt visueel iets wat je nog nooit hebt gezien. Die schermen en de productie daarvan alleen al is totaal vernieuwend. En daar tussendoor echt theatermomenten met heel veel muzikanten die op het podium op en af komen.